Faster is eigenlijk onderdeel van een conceptalbum. Dat komt omdat we ook altijd eigenlijk liedjes ook baseren op verhalen of op films, boeken. Ja. En dat was iets anders. Ja. Het zou ook wel vet zijn om dat ons eigen verhaal maken. Een nummer op dat album die eigenlijk gaat over het verhaal van een team van superhelden, wat eigenlijk overleden mensen zijn, die zelf nog niet klaar zijn met hun leven wat ze gehad hebben, dingen nog recht willen zetten. Nou, en Faster is een liedje wat erover gaat, over eens een figuur die dan weer wakker wordt na te zijn overleden en merkt dat hij nieuwe krachten heeft. Het gaat over het feit dat je weet dat je dingen moet veranderen omdat je niet kan leven in een wereld die niet echt is. Een wereld van illusies of een wereld van die fake is. Dat je eigenlijk zo snel mogelijk daar weg wil zijn uit die wereld om soort weer in een echte wereld te wil leven. Wat wel leuk is om te vertellen over de strip nog is dat het getekend is door Romana Molenaar. Rood haar deed hij vroeger, hè? En, ja, de storm. Storm ja, de strip, en rood haar, ja. Nou ja. Ah ja, hier zie je een beetje van hoe zo'n strip dan gemaakt wordt. En dat die eerst in schetsvorm. Ik vind het altijd een sensueel liedje op een of andere manier. Het is een beetje, het is mysterieus vanwege het verhaal. En we wilden gewoon muziek schrijven bij het verhaal. Ik vind het nog steeds een van de leukste dingen die we gedaan hebben, maar het was heel intens. Omdat je niet alleen bezig bent met het schrijven van muziek en teksten en dat soort dingen, maar ook omdat je daarbij betrokken bent. En dat is wel heel veel werk. Maar het was wel echt heel leuk.